We hebben natuurlijk een album uitgebracht en dat was eigenlijk het laatste album wat we volgens contract nog moesten maken. En dat is afgerond en we zijn nu bezig met 2010 met hele leuke ideeën, moet ik zelf zeggen. Ja, er gaan wat veranderingen komen. Het enige wat we geleerd hebben van de afgelopen periode is dat helemaal Holland staat natuurlijk voor één ding. En dat is feest. En op het afgelopen album hebben we wat uitstapjes gedaan naar andere liedjes. En onze agenda wijst erop dat je Carlo en Leo alleen maar moet boeken voor feest. Want je ziet het ook bij de feesten waar we op staan. Past precies als een jas bij ons. Dus dat is prettig. Over jasjes gesproken, ze zijn weer lekker gelijk, hè? Altijd. Altijd, ja. Nee, ook dat is weer voor de... We zijn... Ja, kan ik wel een heel klein stukje van zeggen. Er zijn, worden jasjes gemaakt, helemaal Hollands jasjes, met een eigen tintje. En er zijn er nu 3 in de maak. Ook dat is weer heel vernieuwend. Dus volgend jaar, 2010, dan zijn we nog specialer met onze jasjes, denk ik. Als we dit jaar vol gaan maken, dus het einde van het jaar, gaan we dik over de 200 boekingen heen. En dat is voor ons, ja, toch wel een soort award of zo, kan je het wel noemen, hoor. Want en de boekerskantoren en de mensen in het land boeken ons graag. En ja, wat ik zeg, daar zijn we blij om. We willen graag feest zijn en daarom boeken ze ons. Die medleys is ons uitgangspunt. Daarnaast moeten er gewoon singles zoals De Arme Muzikanten, Sterven Noemde Jou, door die Dans Klein Zigeunermeisje. Dat zijn toch de liedjes die tijdens de feest kunnen. Dus daarin moeten wij gaan zoeken. Ook op het laatste album stond, vanavond gaat het gebeuren, een liedje. En dat pakt ook het publiek op het feest. Dus we weten nu precies wat wij gaan willen, ja.